Welkom bij de uitleg van een nieuw thema, thema transport. In de eerste basisstof gaan we kijken naar bloed. En dan gaan we kijken uit welke bestanddelen bloed bestaat en wat de functie is van die verschillende bestanddelen. Als eerste, menselijk lichaam bevat 5 tot 6 liter bloed. En om je dat een beetje een beeld te geven, dat zijn dus ongeveer 12 flesjes halve liter spa. Logische berekening, leek me leuk om het zo te laten zien. Dus 5 tot 6 liter bloed hangt een beetje vanaf, man, vrouw, jong, oud, er zit een beetje een verschil tussen, maar grofweg 5 tot 6 liter bloed. Dat bloed, dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Het lijkt één rode vloeistof, alsof het maar uit één stof bestaat, maar er zitten heel veel verschillende bestanddelen in. Wat je kunt doen met bloed, bloed kun je een tijdje laten staan of in een centrifuge stoppen. En dan zul je zien dat er allerlei verschillende lagen vormen in dat bloed. Dat komt namelijk omdat de dichtheid van de verschillende onderdelen waaruit bloed bestaat verschillend is. En afhankelijk van de dichtheid krijg je dus verschillende lagen in dat bloed. Grofweg kun je zeggen dat er twee lagen zijn. Je hebt het bloedplasma en je hebt de vaste bestanddelen. Bloedplasma is ongeveer 55% van het bloed, vaste bestanddelen 45%. Dat bloedplasma bestaat voor een heel groot deel uit water. Eigenlijk het grootste deel ervan is water. Er zitten allerlei opgeloste stoffen in. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan koolstofdioxide. Dat wordt voor een deel ook vervoerd door bloedplasma. Plasma-eiwitten die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het stollen van bloed. Daar komen we straks ook nog wel eventjes op. Dus water, opgeloste stoffen en plasma-eiwitten. En dan heb je de vaste bestanddelen en dat zijn rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. En dan gaan we die verschillende gaan we even aflopen. Beginnen we met het bloedplasma. Het bloedplasma vervoert voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen, enzymen en antistoffen. Een van de stoffen die dat bloedplasma vervoert is fibrinogeen en dat is een plasma-eiwit. En fibrinogeen heeft een hele belangrijke rol bij het laten stollen van bloed op het moment dat je bijvoorbeeld een wondje hebt. Dan de vaste bestanddelen. Die vaste bestanddelen, wat ik al zei, zijn rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. En die verschillende bloedcellen die worden gemaakt in het beenmerg, dus in de botten. Die botten die maken stamcellen en die stamcellen kunnen zich tot verschillende soorten bloedcellen vormen. Dan beginnen we met de vaste bestanddelen, de rode bloedcellen. De functie van rode bloedcellen is het vervoeren van zuurstof en ook van koolstofdioxide. Die rode bloedcellen hebben een rode kleur en dat komt door de stof hemoglobine. Hemoglobine is een ijzerhoudende stof en die zorgt ervoor dat zuurstof heel goed aan die rode bloedcellen gebonden kan worden. Hemoglobine is een ijzerhoudende stof, er is dus ijzer nodig om het te maken. En die hemoglobine is ook mega belangrijk voor je lichaam. En wat zie je dat op het moment dat een rode bloedcel doodgaat, ze leven ongeveer 4 maanden, dan worden ze afgebroken in de lever en de milt. En die stof hemoglobine wordt voor een heel groot deel hergebruikt bij de bouw van nieuwe rode bloedcellen. Volgende vaste bestanddelen, dan hebben we het over de witte bloedcellen. De functie van witte bloedcellen is het onschadelijk maken van ziekteverwekkers. Dat kunnen ze op verschillende manieren doen, maar wat je nu moet onthouden van die witte bloedcellen is dat ze geen vaste vorm hebben, maar wel een celkern. Waarom hebben ze geen vaste vorm? Dat is eigenlijk een hele simpele reden. Dat ziekteverwekkers zitten natuurlijk niet alleen in de bloedbaan, maar die kunnen ook buiten de bloedbaan in andere weefsels zitten. Dus wat kan zo'n witte bloedcel doen? Die kan in de haarvaten van jouw bloedvatenstelsel, kan die tussen de cellen door naar buiten achter ziekteverwekkers aan. Je zult straks in een latere basisstof zien dat er allerlei verschillende soorten bloedvaten zijn. Een van die bloedvaten zijn de haarvaten. Het kenmerk van die haarvaten is dat ze een hele dunne wand hebben. Maar één cellaag dik en allerlei stoffen kunnen dus dat bloedvat in en uit. En onder andere die witte bloedcellen die kunnen dus dat bloedvat uit. Dan zie je dus ook wat de functie is van dat feit dat ze niet helemaal vormvast zijn. Is dat ze dus tussen die cellen door kunnen en eruit kunnen. Op het moment dat zo'n witte bloedcel een ziekteverwekker onschadelijk maakt, zie je vaak ook dat de witte bloedcel afsterft. Dus het kost vaak wel zijn eigen, laten we zeggen zijn eigen leven op het moment dat hij je lichaam beschermt. Dan hebben we tot slot de bloedplaatjes. En de bloedplaatjes spelen een hele belangrijke rol bij bloedstolling. Bloedplaatjes, dat zijn delen van uiteengevallen cellen, hebben geen celkern. En die bloedplaatjes, wat die doen, is dat die in samenwerking met allerlei andere stoffen ervoor zorgen dat op het moment dat er een bloedvat kapot is of je een wond hebt, dat dat dicht gaat en dat er een korstje ontstaat.
Nou, die bloedplaatjes die doen het als volgt. Ik heb het even op een rijtje gezet wat er gebeurt op het moment dat jij een beschadigd bloedvat hebt. Dat begint met een beschadiging, uiteraard. En het eerste wat er dan gebeurt is dat de spieren rond de bloedvatwanden samentrekken. Maar dat is eigenlijk heel logisch, want op het moment dat de spieren rond die bloedvaten samentrekken, zul je zien dat natuurlijk de bloedstroom wordt beperkt. En dan verlies je minder bloed. En op het moment dat het minder hard stroomt, kun je dus ook makkelijker iets afdichten. Nou, vervolgens worden die bloedplaatjes die worden kleverig en gaan hechten aan de wand van dat bloedvat. Er ontstaat dus een soort propje dat kan gaan dichten. Vervolgens, wat ik net al zei, in jouw bloed zit fibrinogeen. En dat zit in dat bloedplasma en dat wordt omgezet naar fibrine. En fibrine dat vormt vervolgens hele lange dunne draden. En tussen die draden blijven allerlei andere bloedcellen kleven. En dan zie je dus dat er een soort propje vormt met allerlei draden eromheen. En dan vormt zich dus een propje dat ook vastgehouden wordt op de plaats waar dus die beschadiging is. En dan ontstaat er dus uiteindelijk, bijvoorbeeld als je ook buiten op je huid bloed hebt, ontstaat een korstje en kan het dus gerepareerd worden. Maar het allerbelangrijkste is dat zo snel mogelijk dat die bloedstroom gestopt wordt, zodat je dus geen bloed verliest. Want als je heel veel bloed verliest, dan kan dat best wel ernstige gevolgen hebben, zelfs dat je eraan dood kunt gaan. Dan is hier de samenvatting en dan is dit het einde van de uitleg van Basisstof 1.